huis van Johan Flemings. En wat ik hier zie, jongen, het is echt niet normaal. Moet je kijken hier, een hele bar. En heel erg, we hebben eigenlijk heel weinig tijd voor, maar toch even kijken. Hij heeft hier gewoon een hele tv-studio in zijn eigen huis gebouwd. Het is echt een soort bizarre wereld waar je in terechtkomt. Hier staan ook gewoon allemaal, heel even hoor, eigenlijk geen tijd, allemaal motoren en zo in zijn kamer. Het is echt heel bizar. Want hij is dus gewoon een enorm succesvolle handelaar geweest. Hij heeft miljoenen verdiend. En ik ga nu op weg naar de atoomkelder. Want daarin heeft hij gehandeld. En dat is zo raar. Want ik ken die man natuurlijk van allerlei malligheid. Dat is natuurlijk echt een carnavalsvierder. En oranje liefhebber. Nu zit hij ook weer heel maf erbij. Johan! Ik echt... Doe je gasmasker eens af. Echt, mijn mond... valt open. Waar zijn we? We zijn nu in de atoombunker van Paleis Soestdijk. En vanuit hier opereren we eigenlijk allemaal. Maar serieus, want... Ja, dit is serieus. Iedereen kent jou als een soort... Nou, dus niet onrespectvol bedoeld, maar een soort malle appie die allemaal gekke dingen doet. Maar jij bent gewoon eigenlijk een ontzettend succesvolle handelaar. Je hebt in auto's gehandeld en ook in atoombunkers. En dit is er eentje? Ja, dit is de grote bunker. Waar ik heb ook prefab bunkers verkocht. Er zijn een soort caravans onder de grond. En wie verkoop je dat soort dingen? Ja, er waren best wel mensen die zo'n bunker wilden hebben. Maar in Rusland of zo? Bij in de buurt van Tsjernobyl? In Nederland toch niet? Nee, je moet eens weten hoeveel mensen hier een bunker hebben. En die toch voorbereid willen zijn op het onverwachte. Want het is natuurlijk altijd onverwacht. Hoezo weten mensen dat helemaal niet van jou? Je presenteert je altijd als een soort prins carnaval het hele jaar door. Maar je bent gewoon een succesvolle handelaar. Ben je daar niet trots op? Wil je dat niet aan de mensen laten zien? Nou, weet je wat het is? Het is natuurlijk wel heel leuk als de mensen dat weten. Maar van de andere kant denk ik van... Ik vond het altijd wel leuk om gekke liedjes te zingen. En ook een beetje de andere kant te laten zien. Maar er zit ook wel een hele... Ondertussen ben je gewoon een keiharde businessman. Een miljonair. Nou, het is allemaal wel misschien wel een beetje veel. Maar ik heb wel heel erg hard gewerkt. En vaak zijn er ook dingen ook wel goed gegaan. Ja, ja. Waar zijn we hier? Want wat is dit allemaal? Je kunt hier bijvoorbeeld... Wij hebben hier... Dit is een voorraadje, we zijn nu in de bunker. Dit zijn voedselpakketten, hier zitten voor een week, kun je mee vooruit. Vier hele grote pakketten zitten erin. Van toiletpapier tot... Dit verkoop je allemaal? Dit verkoop ik. Deze man heeft met carnaval nog 11 nummers geschreven. Hè? Doet hij ook allemaal erbij? Ja, en we hebben dan speciale thermoslaapzakken. Het is bij jou ook totaal onduidelijk waar... de werkelijkheid begint en waar de niet-werkelijkheid ophoudt. Want dit is echt, hè? Dit zijn echte thermoslaapzakken. En ja, dit is een geweldig spul. Het is niet alleen voor oorlogen, maar je kunt ze ook voor andere activiteiten gebruiken. Ga je kamperen, dus het is niet alleen maar dat je zegt van... Oh, en wat is dit? Dit is het middel om... Stel dat je besmet bent, en dan kom je uit een douche... en dan kun je helemaal inpoederen en dan kun je op een veilige manier... Maar dit is echt allemaal serieus? Ja, natuurlijk. Maar ik heb dat ook altijd serieus verkocht. Ik heb jaren... Mensen die... Ja. Want dat kost allemaal wat, lijkt mij. Dat kost, weet ik, voor 100.000 euro. En dan ben je een serieus iemand die dat wil kopen... en een flink bedrag wil investeren. En dan kom jij over de stoep. Dan denk je toch niet van, daar ga ik dat geld aan geven? Die mensen nemen toch jou niet serieus, of wel? Nou, maar als je product maar goed is... En dan klopt het ook altijd, maar het product werkt ook altijd. En daar gaat het om. Je moet goede spullen verkopen, goede gasmaskers. En mensen krijgen hier ook garantie. Ik bedoel... Ja, maar voordat het echt een verkooppraatje wordt, gaan we weer naar Paul. Want ik wil ook even dat pak aantrekken. Want als je hiermee naast een kernreactor gaat staan, dan komt er niks binnen. Nou, dit is eigenlijk meer voor de fallout. En dit is een NPC-pak. Maar okay. Dit is ook tegen biologische... Hier kun je we gaan het zo meteen testen. Oké, okay, dat is goed. Paul? Dat is een hele andere Johan Flemings, heb je waarschijnlijk ook nooit gezien. Ik zie je zo en ik ga het pak testen. Ja, tot zometeen, Viel. Tot zo. Geen hard applaus. Viel net Johan Flemings.